Goedemorgen en leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe dagvlog. Het is vandaag dinsdag en het is 22 maart. Ik heb even een leuk outfitje aangetrokken. De Melissa blouse van de webshop is helemaal sold out. Maar er komen nieuwe witte blouses aan binnenkort. Dus dat is wel heel erg leuk. Deze striped Sophia blazer, ook ontzettend leuk. En dan een broek van de Stradivarius. Ik denk dat ik mijn witte Balenciaga's eronder ga doen. Mijn huid is echt helemaal fucked up. Hier zit een hele dikke pukkel. Die heb ik even weggewerkt met foundation. Want ik ga vandaag foto's maken voor de webshop. Ik ben weer veel te laat wakker geworden. Het is bijna 12 uur. Daar baal ik echt van. Want het is mooi weer. En eigenlijk wilde ik heel snel die foto's maken. Pakketje bakken en dan in de zon. Maar ja, eigen schuld. Ik ben weer door gaan slapen. Dus dat hoort hem niet. Ik hoop dat ik alle items kan shooten vandaag nog. Ik ga nu snel even naar de schans. Even Vinted pakketjes wegbrengen. Er zijn ook nog wat bijgekomen, maar die doe ik dan morgen wel. Even wat A4-papier halen voor Francisca, dat vroeg ze. En Francisca die gaat lunch halen voor ons. Gaan we eerst samen op de werk even lunchen. En daarna ga ik dan snel mogelijk shooten. Maar ik moet alle items ook nog stomen en zo. Dus het gaat nog eventjes duren. Ik hoop dat ik het allemaal red. En anders ga ik morgen door. Maar oh mijn god, kut huid. I don't like. Vreselijk. Ik ben weer op kantoor. In de spiegel is die pukkel niet zo erg als op mijn vlogcamera. Het is bizar. Maar ik ga even snel laten zien wat ik heb geshopt bij de Action. Bij de Action heb ik Dr. Martens geshopt. Nee, grapje. Ik ga even kloppen. Hey, schatje. En papier voor Francisca. Ik heb papier. Oh, dank je. Alsje. Ik zag je net beneden, dus afgegeven. En ik drukte op het lichtknopje, maar een licht ging net langs me. Oh echt? Wat kut! Ja, anders zit je erbij. Ja. Even op kantoor en nog een masker voor haar. Francisca die is hier en die heeft lunch gehaald voor ons. Ja, met een broodje carpaccio. Heerlijk. Sinaasappel, maar ik had dus ook. Maar ja, top. Ik had zo'n honger. Maar niet uit, ik heb nog snoepjes voor je. Oh, lekker. Lekker met de pakketjes. Een leuke broek. Pakketjes? Welke pakketjes? Voor Vinted, ja. Vinted. Ja, vind je hem leuk? Ja, heel leuk. Kijk, als ik hem langer aan heb, dan gaat hij zo. Levi's. Van Stradivarius, volgens mij. Als ik hem langer aan heb, dan gaat hij dat zo los zitten. Ach, ja, hij is wel leuk, inderdaad. Leuk. Ik hou wel van dat losse. Ja? Ja? Ja, dat heb jij ook al vaak aan, hè? Zo black. Ik ben gewoon gewend om strakke dingen te dragen, ik. Ja. Wij gaan lekker eten. Ja. Francisca is weer weg. Dus alles wat ik ga shooten vandaag. Heel veel items. Ik ga even items die moeten gestoomd worden. Even stomen. Ik denk dat het de blazer is. De pantalons. En de drie blusjes eventjes. En verder ga ik lekker shooten. Ga ik mijn spiegel even daar tegenaan zetten. Dit is de achtergrond. Ga ik de kast even mooi zeg maar vullen. Zodat het hier lekker geshoot kan worden. Super nice. We gaan nu deze mooie pantalons shooten. Even kijken als ik jou hier neerzet. Jullie dat je het kan zien. Die ga ik straks allemaal even één voor één shooten. Maar echt super leuk. Allemaal nieuwe kleurtjes. Super leuk voor Koningsdag ook weer oranje. De rest super leuk. Gewoon bij een broek. Open. Met een bikini of whatever. Echt fantastisch. Het eerste groene blouseje heb ik gecombineerd met ons Michelle Ruffeltop. Is er gisteren aangevuld met een Solène Lucaya short en met Dr. Martens. Heel leuk. Ja. Oh. Ik kan hem ook eventueel nog dicht dragen. Lekker je broekje proppen of zo. Ik hou ervan. Oh mijn god jongens, deze is ook zo leuk. I love it. Te leuk. En deze voor Koningsdag. Oh mijn god, dit is leuk. Ik wil het ook aan op Koningsdag. Gewoon deze hele outfit. Dit is toch gewoon echt een top outfit ook gewoon. Niet te heftig, maar toch weer lekker in het oranje. Helemaal leuk. I love it. We hebben ook een nieuwe kleur van die Michelle Ruffeltop dus. Ik had hem even allemaal bij elkaar gelegd, zodat ik even een fotootje kon maken. Maar er kan er zo meer kleuren komen. Laat even weten of je het leuk lijken. Ik ga nu de oranje shooten. Oh nee, eerst deze leren blazer nog even bij deze outfit shooten. Vind ik mooier bij wit. Het is een leren groene blazer. Nou, sorry, dit heb ik echt nodig in mijn leven. Zo leuk. Oranje! Zo leuk voor Koningsdag ook weer. Ik hou hiervan. Echt leuk die ruffelmouwtjes. Te schattig. En nog een superleuk blusje met aan de achterkant een open rugje met een strikje. Ook heel erg leuk in het groen. En ook nog in het zwart hebben we die. En we hebben nieuwe bodies. Beige, wit, blauw en zwart. Te nice. Deze nieuwe
Testpantalon hebben we ook in de webshop. Maar ik doe die straks even met Sjoerd even een andere outfit aan. En deze bodies dus. Super mooi. Zit echt mooi. One size zijn ze. Deze ga ik nu even shooten. En nog meer bodies. Dit is de groene body. Echt super mooi. Love it. En ook nog in het rood. Oh, ik vind ze echt super mooi deze bodyshoots. Sluit mooi aan. Ik hou ervan. Ik heb alles geshoot. Dat duurde even hoor. Jemig. Het is ondertussen 4:30. De pakjes moeten 5 uur bij de winkel. Dus ik ga het net voor me redden. Of nou ja, moet wel. Ik ga echt even fully gas geven nu. Waren echt veel items. Het is heel warm in het kantoor, want het is echt een hele warme dag. Het licht is hier toch niet helemaal wat ik had gehoopt ofzo. Het is wel heel mooi. Het is wel echt een heel mooi dicht kantoor. Maar de foto's zijn toch nog niet helemaal, zeg maar, zo'n felle kleur groen. Die wordt echt heel donkergroen. Een beetje blauwgroen. Dus het is wel heel kut. Die kleuren komen niet helemaal goed overeen eigenlijk. Dus een staartje. Het is echt warm. Ik heb ook de ramen open en zo. Ik ben wel benieuwd dat het dus het warmst is in Nederland. Dan zeg maar het warmste land vandaag in heel Europa is Nederland. Dat is warm voor Nederland. Ja, zo warm is het niet buiten, maar het heeft de hele dag op de ramen geschenen. Normaal doe ik dan de zonnedingetjes dicht. Maar dan is het dag, is het niet mooi daglicht en ik moest foto's maken. Dus de zon kwam echt heel lekker binnen vandaag. Ik moet echt snel. Oké, ik doe even de camera weg en ik ga snel even het laatste pakketje inpakken. Bestellingen zijn ingepakt. Ik heb ook nog een 20 pakketje ingepakt. Haast, haast, haast. Hoe laat is het inmiddels? Ik heb het niet vergeten. 5:10. Nou, dat red ik wel. Ik ga het laatst alleen een beetje rommelig achter. Er liggen nog wat dingetjes op de grond en zo. Maar maakt niet uit. Morgen weer een dag. Ik heb het gered, jongens. Ik ben snel nog niet geweest. Dus dat is top. Ik was er 5:30. Normaal 5 uur. Zo weet ik dat ik ook iets meer speling heb misschien. Maar ja, ik kan er niet vooruit gaan eigenlijk. Het komt ook wel eens eerder. Maar ik ga even de video editen van zondag. Want die moet eigenlijk straks om 7 uur online. Dat ga ik niet meer redden. Maar in ieder geval dat ik ietsje verder ben. En verder ga ik weer nieuwe items die ik vandaag allemaal heb geshoot. Het zijn superveel. Moet ik allemaal even bewerken. Online zetten. Productbeschrijving typen. Dus eigenlijk is vandaag echt een werkdag. Waarin ik weinig vlog. Sorry daarvoor, maar ik ben vandaag echt druk. En het is warm. Maar komt wel weer. We gaan straks ook eten. Mijn vader is boven een douche volgens mij. Mijn moeder is nog niet thuis. Dus wacht ik even op. Maar dan ga ik lekker even een vlog editen. En verder niet zo van plannen. Ik zou misschien even naar de zonnebank. Maar zeg maar, als het mooi weer is geweest, is de zonnebank s'avonds echt niet chill. Dan zijn die banken te warm. Maar misschien dat ik het straks wel zin in heb. Want ik word weer bleek. Ik denk even van even kijken wat ik vanavond ga doen. Ik lig lekker op bed. Ik irriteer me zo aan mijn huid. Maar dat heb ik volgens mij al een hele vlog gezegd. Ik ben lekker de vlog van zondag aan het editen. Het is echt leuk geworden. Ramon en ik gingen voor elkaar kleding shoppen via ASOS. Moet je echt even checken. Echt super leuk. De vlog moest eigenlijk 7:45 online. 7 uur online. En het is nu... Doei doei. En het is nu 7:45. Dus het is wat te laat. Ik moet hem nu eerst nog even renderen. Uploaden en nog een thumbnail maken. Ik denk dat hij rond 8:30 online komt. Maar zo prima. Maakt niet heel veel uit natuurlijk. Ik bedoel, ik ben nog niet zo groot als Gio. Zodat er heel veel mensen zitten te wachten volgens mij. Dus dat. En daarna ga ik die items die ik vandaag allemaal heb geshoot even bewerken. Online zetten. Dat zijn echt heel veel. Ik ben best wel moe. Dus ik denk dat ik vanavond gewoon lekker aan het werk ga. En verder niet zoveel meer ga doen. En dan morgen weer even een leukere vlog proberen te maken voor jullie. Dat is de planning. Nou, ik ga in ieder geval lekker de vlog afsluiten. Ik ben bijna klaar met alle items online zetten. Check it out. Ik voel me lelijk. Ik heb geen zin om mezelf te filmen. Dus ik ga even lekker de vlog afsluiten. Ik zie jullie morgen bij de volgende dag vlog. Doei doei.